naam is Sergio Herman, kok van beroep. En ik ben vanavond naar hier gekomen dat ze mij gevraagd hebben om iets te komen vertellen over solliciteren. Nu, ik moet zeggen, bij ons in Oudersluis werken wij constant met nieuwe mensen. En als ze dan sollicitant langskomen, dan, dan moet ik toch wel meteen een wauwgevoel hebben of toch op zijn minst een kippenvelmomentje als je binnenkomt. Anders kwam je er bij mij niet in. Dus in de eerste plaats moet je bij mij seks uitstralen. Dat is het allerbelangrijkste. In de tweede plaats moet je toch ook wel tegen een stootje kunnen. Dus ik werk enkel met mensen die, die toch wel bal aan hun lijf hebben. Want in de keuken valt er al eens een hard woord. Dus het is heel belangrijk dat je toch tegen een stootje kunt. Nu moet zeggen, ik heb hier vanaf wel eens mijn ogen goed gekost gegeven. En ik moet zeggen, vrouwen dan toch, dat het toch wel best meevalt dat er hier heel wat potentieel materiaal tussen zit. Die zich zeker eens mag komen aanbieden bij ons in Oudersluis. Dus ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, kom zeker eens langs voor een kennismakingsgesprekje. Of om de keuken eens te komen inspecteren. Kunnen we zo samen een keer een snoep fileren. Kijken dat de eitjes niet overkomen. En afwerken met een lekker sausje. Dus als je geïnteresseerd bent, ze zeggen, kom zeker eens af. Verder ga ik je nog een kleine culinaire beoordeling geven van hetgeen dat we de afgelopen twee dagen tevreden hebben gekregen. Hier, cousin, vlees was perfect gehaard. De groentjes, die waren heel fijn gesneden. En het geheel was toch wel perfect afgekruid. Het is geen culinair topniveau, maar ik heb toch wel de basis van het topgerecht erin herkend. Dus ik zou zeggen, mijn complimenten aan de chef en doe ze voort. Ja, voor 85 euro mocht ook wel. Leven van een topchef. Leven van een topchef is voortdurend van het ene naar het andere wonen. Dus ik ga jullie spijtig genoeg alweer niet verlaten. Maar als ik heel snel ben, dan kan ik nog de avondservice meedraaien in Oudersluis. Ik zou zeggen, heel graag tot de volgende keer en bedankt voor jullie aandacht.